In deze video is er een melding van een bom tijdens het debat. Ja, dank u wel. Ja, ik haak toch nog even weer aan bij de vraag in de vorige ronde. Omdat ik me ook wel een beetje zorgen maak met het al dicht geregeld. We willen alles maar verbieden. Er gaat iets mis. We willen een risicoloze samenleving, wat gewoon niet kan. Dat we eigenlijk ook bezig zijn met een generatie opvoeden die eigenlijk... Ja, ik noem maar even gewoon plat sneeuwvlokjes zijn. Die dus nergens meer mee in aanraking zijn gekomen, omdat wij ze steeds maar aan het beschermen zijn. En ik zie dit ook, het gebruik van social media door kinderen. Ik zie ook wel de problemen. Ik zie het ook wel in mijn eigen omgeving wat daarmee gebeurt. Maar zou dit niet, net als heel veel dingen overigens, maar dit ook niet gewoon een onderdeel moeten zijn van een bredere discussie, een breder beleid, ministerie overstijgend over een leefbaar Nederland. Hè, met alle ups en downs die daarbij horen. Want ik maak me altijd toch een beetje zorgen over dat... En de we hebben geen ministerie van Digitale Zaken, maar nu hebben we de commissie Digitale Zaken wordt er over gesproken. Maar in de commissie VWS Leefstijl bijvoorbeeld wordt er ook over gesproken. En iedereen gaat allemaal dingen doen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de visie van de drie sprekers daarop. Van hoe zien zij het? Dat je misschien dit allemaal in een bredere context moet zetten. Dank u wel. Uw vraag is volgens mij helder. Ik kijk even rond. Zal ik gewoon weer het rijtje afgaan en dan beginnen bij de heer Karstens? Ja, dank u wel. Ik reageer graag op de kwestie die mevrouw Van der Plas oproept. Kijk, die cyclus van technologiepaniek over nieuwe media, die lijkt zich continu te herhalen. Dus die werkt je al met stripboeken, met radio, met televisie, met games en nu opnieuw met digitale media. Waarom zou het nu anders zijn dan in die andere voorbeelden? Dat komt eigenlijk doordat, wat meneer Van Hummel ook zegt, die digitale media, die zijn alom tegenwoordig en continu aanwezig in je leven. En je doet eigenlijk alles via zo'n mobiele telefoon. Dus de diepte van de digitale transitie, die gaat veel verder dan met al die andere media. Dus aan de ene kant daagt dat dus breed maatschappelijk allerlei publieke waarden die we allemaal heel belangrijk vinden, die daagt dat die technologie opnieuw uit. En moet je dus opnieuw over nadenken. In die zin ben ik helemaal met u eens dat daar een algemeen breder debat over gevoerd zou moeten worden. Van hoe willen we dat nou inrichten? En hoe willen we dat nu allemaal integreren in onze leefwereld? In onderwijs heb je bijvoorbeeld allerlei nieuwe onderwijsvormen. Blended onderwijs, onderwijs op afstand. Allerlei nieuwe vormen van evaluatie van leerprestaties. Het is nog helemaal onduidelijk hoe we dat allemaal willen inpassen in allerlei bestaande fysieke onderwijsvormen. Nou, dat is dan maar één voorbeeld. Maar ook daar zie je dat het hele scala aan publieke waarden wordt geraakt. Dus mijn antwoord is hierop is dus 1. Er is wel degelijk iets nieuws aan de hand. En 2. Ja, we moeten daar zowel overkoepelend als per context een goed debat over met elkaar voeren hoe we het allemaal willen inrichten. Dank u wel. Ik heb even een mededeling voor de gasten in de leden. Ik heb net te horen gekregen dat wij verzocht worden via die kant de zaal te verlaten, omdat er in een aanpalende zaal ergens een calamiteit is. Ik weet ook verder niet wat dat is, maar ik heb alleen het vriendelijk verzoek gekregen om dit voor nu te schorsen en of wij via die kant de ruimte willen verlaten.